Burgemeester Björn Lugthart en wethouder Peter Hennevanger brachten dinsdag een werkbezoek aan jeugdcentrum De Notelaar in Pijnakker. Dat jeugdcentrum is de coronaperiode goed doorgekomen, vertelde voorzitter Richard van Breukelen. De Stichting Jeugdcentrum De Notelaar, daar zitten eigenlijk alle vaste gebruikers in het bestuur. En ons doel is om deze locatie beschikbaar te houden en bruikbaar te houden voor jeugd- en jongerenwerk en voor andere maatschappelijke activiteiten. Dus we zijn eigenlijk een beheerstichting die zorgt dat iedereen hier zijn activiteiten kan uitvoeren. En dan proberen we dat zoveel mogelijk multifunctioneel te doen om de kosten een beetje te drukken. Oké, en welke gebruikers zijn dat? Dat zijn Scouting Pijnakker, Hobbyclub De Doewat en Skipjeverplein, de kinderopvangorganisatie. En daarnaast hebben we heel veel verhuur aan scholen en verenigingen voor activiteiten, kampen met name. En losse verhuur voor feestjes en partijen en voor kinderfeestjes en dat soort dingen. Hoe moeilijk is het om het rendabel te maken of te houden? Dat is best lastig. Want je wil aan de ene kant je tarieven zo houden dat het aantrekkelijk blijft. En aan de andere kant moet je zien uit de kosten te komen. We hebben het afgelopen jaar natuurlijk hele lastige jaren gehad, omdat een groot deel van onze verhuur niet kon doorgaan door corona. Maar daar zijn we door de gemeente wel echt heel goed geholpen met een coronabijdrage om de gaten die daar zijn gevallen te overbruggen. Maar goed, je hebt natuurlijk liever dat je gewoon activiteit hier hebt, want daar doe je het voor. En niet om subsidie te krijgen terwijl het hier leeg is. Er zijn nu geen enkele beperkingen meer wat dat betreft? Nee, er zijn nu geen beperkingen meer. Oké. Okay. Ja. We staan hier bij dit hele mooie gebouw. Dit is een boerderij geweest, neem ik aan. Het is een monument. Ja. Kunt u daar misschien wat over vertellen? Het is een gebouw uit 1801. Het heet naar de familie die er toen woonde, de familie Notenboom. Daarom heet het ook De Notelaar. Er staan ook notenbomen op het voorterrein. Helaas er eentje van omgewaaid afgelopen storm. Het is heel lang in gebruik geweest als boerderij. Ja, en op een gegeven moment is dat in handen van de provincie gekomen. En die heeft de boerderij toen aan de gemeente overgedragen met de bestemming jeugd- en jongerenwerk. Dat is in 1970 gebeurd. Toen was de gemeente in eerste instantie van plan om de hele locatie te slopen. En daar is toen door initiatief ook van Scouting Pijnakker in die tijd al met een aantal andere acties op ondernomen. En die hebben toen ervoor gezorgd dat deze locatie een monumentenstatus kreeg. En daarna is de gemeente ook er goed in gesprongen om samen met de toenmalige stichting Natuur wat toen is gevormd, de renovatie te doen die ertoe geleid heeft dat de boerderij nu is zoals die is. De voorzitter van de stichting heeft natuurlijk altijd nog wensen. Wat valt er nog te wensen als we dit, naar dit terrein kijken? Nou kijk, wat we graag nog zouden willen is het gebouw waar we nu bij staan. Dat is voor een groot deel schuur. Om dat ook geleidelijk aan om te gaan bouwen tot activiteitenruimte. Want we zien nou dat met name in de weekends hebben we natuurlijk de vaste gebruikers. Maar er is ook heel veel vraag naar losse verhuur. Omdat het natuurlijk een prachtige locatie is om ook een kinderfeestje te doen of een familiefeestje te houden. En dat kunnen we eigenlijk niet kwijt. En we zouden nog wel graag door de week meer gebruikers hebben, scholen, groepen, voor meerdaagse activiteitenkampen, noemen ze is altijd maar. De nieuwe burgemeester was vandaag op bezoek. Zijn er ook een paar van die wensen bij hem terechtgekomen? We hebben natuurlijk aangegeven wat we aan het doen zijn en waar we ook hulp van de gemeente nodig hebben. Kijk, hij zegt natuurlijk terecht, de inhoud is voor de wethouder. Maar het helpt ons wel als er een burgemeester zit die uitstraalt van ik ben ongelooflijk aangenaam verrast door wat ik hier zie. En ik vind het ook fantastisch dat we dit in de gemeente hebben. Dan heb je er volgens mij een sponsor bij in het gemeentebestuur. En dat kunnen we altijd gebruiken.